Jij ging hier toch met uw engeltje komen zitten. Goedemorgen, het is vandaag maandag en dat wil zeggen dat we vandaag eindelijk de paarden gaan verhuizen. Dat is echt een dag waar ik super hard naar uit heb gekeken. Ik ben al op stal, ik ben zelf wat later en Mash heeft hier, Fabienne heeft Mash hier al onder het solarium gezet zodat hij wat kon opdrogen, want het is echt verschrikkelijk weer. Dan moet hij in ieder geval niet nat op de trailer staan, dus is al zo goed als helemaal droog. Maar ik moest dus even snel naar de gemeente vanmorgen, want ik moest de verkeersborden gaan terugbrengen die we dus nodig hadden voor de verhuis, zodat de camion goed kon parkeren. Dus vandaar dat ik wat later ben, maar Julie en Wesley zijn hier ook niet, dus daar zijn we nu nog even op aan het wachten. En dan kunnen we gaan rijden. Ik ga zelf voor de eerste keer eens niet zelf met de trailer rijden. En dat, ik was een beetje aan het twijfelen of ik dat wel moest zeggen, maar ja goed, ik zal maar gewoon er eerlijk over zijn. En dat is dat mijn auto momenteel dus niet gekeurd is, omdat ik echt zo'n hectische periode heb gehad, week na week. Dat ik gewoon de tijd niet heb gehad om met mijn auto naar de keuring te gaan. Dus ik ben ongekeurd aan het rijden met mijn auto. Ik weet dat het echt heel erg slecht is. Maar vandaar dat ik dus niet met de trailer zelf ga rijden. Dat Julie gaat rijden. Want ik had zoiets van met de trailer erachter. Met een ongekeurde auto. Dat vond ik toch... daar voelde ik me niet zo goed bij. Dus vandaar dat Julie gaat rijden. Dus we wachten even tot zij hier is en dan kunnen we gaan laden. Ja. Dag schatjes. Hi. Hallo. Echt wel schattig dit ding van mijn Menno. Dat is trouwens de trailer van Tine. Die hebben we mogen lenen. Die hebben dus, zij heeft het zo gemaakt dat het dus speciaal voor Shetlanders of voor minis dat, je dus, dat ze daar niet onderdoor kunnen. Zeg maar. Normaal staat Menno altijd hier ergens omdat hij natuurlijk overal kan rondwandelen. Dus dat is echt wel een hele fijne trailer zo. Hey schatjes, je nieuwe thuis. Allee Wesley, kom al aan, zo'n kleine. Je moet denken dat dat een ding is. Dat is een Brabander. Kom mee, jongen. Ja, dat is het.
eens aanlaten. Ja, laat maar even aan. Ik hoor dat gaat eruit. Ja, ik kom straks stroom in je stal doen, schat. Raar, hè? Helden. Ja, maar we gaan nog extra doucheruimte in de chalet zelf opmaken. Ah, ja. Even een rondleiding aan het geven. Ja, Julie ook, maar ja, Julie had het al gezien met de verhuis. Dit is het vakantiehuisje. Ah, jullie zijn hier zo dicht gegaan. Vakantiehuisje, nee. En het is hier dat ik de piste ga maken, Wesley. Dus dat je dan hier kamp hebt met dat vakantiehuisje, hierachter staan aan de tenten. We gaan hier een brug maken, dat je dan zo de piste eigenlijk in kunt. Dus dan heb ik voor kamp heb je dan alles zo wat bij elkaar. Kijk de vijver. Ja. Maar die moeten we dan nog wat gaan uitgraven, dat je makkelijk met de paarden erin zou kunnen. Vissen erin? Ja, nee, de vissen moeten eruit. Dat gaan we niet doen. Ja, vissen, hè? Jij ging hier toch met je engeltje komen zitten. Ik heb niks te doen. Heb je nog mooie kistjes? Ja, kun jij eens een wormpje brengen? Maar wel groot, hè? Amai, top. Het is 50 meter lang. Ik had opgezocht dat het de lengte van een Olympisch zwembad. Amai. Allee, begin het maar al. Pak het gewoon. Maar als je een zwemvijver is, dan gaat iedereen toch met kam daar elke dag. Ja, dat denk ik ook wel. Want je maakt dat hier gewoon wat schuin aflopend. En dan kun je er zo met je paarden in. Hè. Zalig, hè? Hoe diep is dat? Dat weet ik dus niet. Ga jij proberen? Spring erin. Met duikbrilletje. Ik kleed me om. Ja, leuk voor kamp, hè? Want hier maak je dan je kampvuur. Ja, hier doe je dan de tentjes zitten en dan hier ergens een ding maken voor het kampvuur. Wel zien wat je ervan kunt maken. Ja, inderdaad. Binnenspieken. En zo'n voorterrasje. Ja, leuk, hè? Echt zo'n verandakje. Beetje zo die Amerikaanse stijl. Zo. Ja, of een hangmatje erin. Hoppa. Tof. Tof, hé? Je hebt nog maar een kwartje gezien. In de zomer zou je moet hier zo iets van opnieuw aanschaffen. Een kwart of zo gaan toe. Ja. Ja, zo wolf. Inderdaad. Galopperen. Ja, ja. De mini-renbanen voor de Shetlanders. Oh my god. Pony Express. De binnenbok meegepakt. Laat staan. Ja. Inderdaad. En van met de kampen ook, hè? Ja, precies. Ja, en ik zeg het, in de zomer, al die bomen, dat is dan allemaal groen, hè. Nu ziet het er zo wat kaal uit. Maar in de zomer is dat hier echt zo... Ja, je zit zo door alle bomen zo omringd, echt zo. Ja. Het kan wel een werkje zijn als je voor die pensionpaarden binnen en buiten. Ja, amai. Ja. Hij is je nieuwe huisje hier, hè? Smakelijk! Smakelijk! Tussen de rommel door even snel aan het eten. Ik ben helemaal doorweekt gewoon. Ja. Snel de dekens aan te wisselen,
normaal moet je ook in je box liggen. Nee, dat is van mij hoor. Normaal moet er ook zo'n groot blauw zijn. Ja. Dank u. Oh, die pony. Je moet wel een beetje een prins zijn. You're so cute, I'm gonna die. Ja, dit is een beetje een prins. Voilà, merci. Vond dat ook wel eigenlijk. Ja, dat is het. De buurt zit er deur, mannetje. De buurt zijn wel echo. Koda! Koda! Nee, dat signaal dat hij dat niet gaat kunnen zien. Dat heeft geen nut, hè. Zo'n hoge muren hier, jong. Ja, want dat zit dan misschien wel in de weg. Het is daar, ik wil die eruit. Die zijn haalt de blok weer uit. Pas op. Jambers. Staat in de weg. Jambers, 10 jaar later. Ja. Wij waren ook niet buiten. Nee, dat moeten we hebben voor de kaka. Ah nee, of zo gaat dat met dat? Hier is het daar de werkers. Wat zei je? Verhuurd is een kabinet. Weet ik niet. Oh, maar ja, helemaal af. Ik moet komen, ik ga terug. Ja, goed. Precies op show met mijn grooms. Lekker aan het koken. En ik ben ondertussen cadeautjes aan het inpakken. En ik heb echt nog best wel veel te gaan, terwijl ik er hier al veel heb liggen. Maar toen we kerstdecoratie aan het kopen waren, had ik dus een slinger te veel. Dus ik dacht, Anna, kan ik er maar beter gebruik van maken. En dus alle cadeautjes daar op een creatieve manier mee inpakken. Maar goed, het zou raar zijn om morgen naar Aarschot te rijden in plaats van naar Reumst. Maar ja, ik had de indruk dat de paarden wel lekker op hun gemakje stonden. Dus het zal allemaal goed komen, het zal even wennen zijn. Maar ik ben wel heel blij dat ze uiteindelijk daar staan. Bij deze ga ik de video ook afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie volgende week weer.